welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal leuke nieuwe make-up testen. Mijn favoriete soort video's. Ik heb ook weer vandaag een heel bakje vol met heel veel make-up. Volgens mij is het ook allemaal betaalbaar, ja. Het is bijna allemaal ook echt betaalbare make-up. Dus dat is altijd extra leuk, want dan hoef je niet veel te betalen. Ik heb weer heel veel verschillende make-up brands, zoals ik altijd doe. En ik heb genoeg nieuwe make-up voor echt een full face make-up look. Dus ik ben weer heel erg benieuwd naar alle make-up, zoals ik altijd ben. En ik ben nou extra enthousiast, omdat ik mij pas nu net besef dat het meeste betaalbaar is. Een aantal heb ik gehad, een aantal heb ik echt gekocht. Het meeste heb ik gewoon gekocht online. Dus ja, het is een beetje een mix van make-up die ik heb gekregen en die ik gewoon zelf heb gekocht. Dus ik ga mij vandaag helemaal opmaken met al deze make-up. Ben je benieuwd en vind je dit soort video's leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Want zo kan ik zien of mensen dit soort video's leuk vinden of toch niet. Heb je misschien een ander leuk video-idee? Let me know beneden in de comments. Want daar ben ik ook altijd heel erg benieuwd naar. En ja, dan heb ik wel genoeg gepraat. Laten we gewoon snel gaan beginnen met de video. Oké, ik ga eerst beginnen met de ogen. Ik heb hier een oogschaduwpaletje van Be Creative Make-up. Dit is een brand die te koop is bij de Easy Paris en ik heb dit paletje van hun gehad. Het is een mooie zwarte verpakking met prachtige neutrale kleuren en ook een pop van blauw en een hele grote spiegel. Dat is altijd fijn. Ik denk dat iedereen al wel kan raden voor welke kleur ik ga. Blauw. Ik ben zo benieuwd naar die blauwe kleur. Ik vind het echt een heel mooi everyday paletje. Het is niet echt spectaculair of heel innovatief. Er zijn 100 van dit soort paletjes. Maar ja, het is wel gewoon heel mooi. Dus ik ga hiermee even een lookje maken. Je kunt dus heel makkelijk gewoon een everyday look maken met de bruine kleuren. Of meer een burgundy look met de kleuren hieronder. Of je gaat voor echt fel en dan gebruik je die blauwe kleur. Ik vind het ook altijd mooi om zo hier bruin aan te brengen en dan zo onder blauw. Dat is vaak ook wel mooi. Maar ik denk dat ik vandaag ga voor echt smoky en echt heel veel van die blauwe kleur. Die is ook glanzend. Het is ook echt een mooie mix van matte en glanzende kleurtjes. Dus ideaal en ik vind ook een super fijn formaat. Oh, ik heb hem vies gemaakt. Laten we even gaan inzoomen op mijn ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. Ik ben helemaal enthousiast. Zoals veel mensen al weten vind ik hun mascara geweldig. Oké, mensen, ik ga eerst in met deze hele lichte nude matte kleur. Ik ga gewoon hiermee over mijn hele ooglid en hier helemaal zo. Dan ga ik in met de lichtbruine matte kleur. Dit wordt mijn transitiekleur. En mijn kwasten zijn weer gewassen, dus weer lekker schoon. Ik gebruik de grote fluffy kwast. En dan breng ik die kleur zo aan in mijn arcadeboog. Wauw, veel pigment. Oké, nou heb ik een soort van base gezet in mijn crease. Nou ga ik gewoon gelijk in met de felblauwe glanzende kleur. Kijk, ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Gewoon een platte kwast. En dan ga ik zien of ik het gewoon kan aanbrengen met een kwast en niet per se met mijn vinger in hoef te gaan. Dat hoop ik wel. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur. Die ga ik aanbrengen met deze hele kleine fluffy kwast. De blauwe kleur is by the way super gepigmenteerd. Love it. En dan die donkere bruine kleur, die ga ik een beetje zo blenden hier bij de randen. Zo mensen, die blauwe kleur blendt echt geweldig. Het is een glanzende kleur. Die blenden niet altijd het beste. Matte kleuren blenden altijd iets makkelijker. Maar ondanks dat die glanst, blendt hij echt geweldig. Hij wordt ook helemaal niet patchy zoals je kunt zien. Het blauw blijft mooi op de plek zitten. Ik ben echt impressed. I like it. Oké, zoals je kunt zien is er wel echt fallout op mijn gezicht. Dus als je zo'n look gaat maken met het paletje, begin alsjeblieft eerst met je gezicht. In het paletje is het ook een klein beetje poederig. Het was iets heftiger, maar ik heb het een beetje weggehaald. Maar hieronder, je kunt het hier nog zien. Dus dat wilde ik ook wel even laten zien. Maar I don't care about that als het maar gewoon mooi aanbrengt op mijn ogen. En dat doet het zeker. Het is zo heel mooi blauw smoky. I love it. Voor mascara heb ik hier een LA Girl mascara. Deze is nieuw. Dit is de Volumatic of zoiets. Mascara van LA Girl. Die heb ik online besteld. Deze was ook super betaalbaar. En je ziet hier ook staan een heel groot verschil. Ik heb helaas niet echt hele lange wimpers. Dus ja, het wordt nooit echt heel heftig wanneer ik iets opdoe. Maar ik ga hem toch gewoon gebruiken. Dit is de verpakking. Gewoon zwart met goud. En zo ziet het eruit.
Hij is best wel klein, dat valt mij wel op. De applicator ding, borsteltje, ziet er goed uit. Dus ik ga deze even gebruiken voor mijn mini-wimpjes. Nou mensen, fantastisch. Ik denk dat als je gewoon normale wimpers hebt, dus niet zo half bak als ik, dan maakt hij ze echt heel mooi. Ik raad het zeker aan, hij is super goedkoop ook. Als nep wimpers gebruik ik deze van Babydoll Cosmetics. Ik ga ook even heel deze fallout weghalen. En ik weet niet hoe dit hier is gekomen, maar dat ga ik er ook afhalen. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Oké, ik heb de belichting ietsje omlaag gedaan. Echt, belichting is zo'n gedoe mensen. Als je geen video's maakt, dan heb je echt geen idee hoeveel gedoe het is. Belichting is echt een van de moeilijkste dingen als je video's maakt. Het is gewoon altijd weer te licht of te donker of whatever. Dus ik heb het nou weer ietsje donkerder gemaakt. Want ik had het gevoel dat er iets te licht was. En als het te licht is, dan vallen alle kleuren weg. Dus ik hoop dat iedereen het nou iets beter vindt of zo. But I'm not sure. Even kijken. Ik ga mijn gezicht primen met een primer die ik al heb. Want ik heb wel een nieuwe fondue teint. Dus ik gebruik geen nieuwe primer. Ik gebruik weer mijn Catrice Prime & Fine primer. Want die is er bijna op. En ik wil hem graag opmaken. Want mijn la is echt veel te vol. Dus er moeten een aantal producten opgaan. En dan heb ik nieuw een hele betaalbare foundation van The Ordinary. Deze heb ik al een aantal maanden terug gekocht. Alleen die kleur was veel te donker. Dus ik heb nou een andere kleur besteld. Even kijken, welke kleur heb ik nou? Ik heb nou 2.0N. En dat is licht, medium, neutral. De kleur die ik echt wou was uitverkocht. Dus ik ben gegaan voor optie 2. Dus ik hoop dat deze kleur een stuk beter matcht. Want die ik had was echt veel te donker. Ja, deze is een stuk lichter. Ik denk misschien nog wel iets te licht. But I'm not sure. Ik denk, ik ben al op mijn winst. Dus ik hoop dat hij goed is. Even kijken, staat er iets op qua de dekkers? Oh, er staat op dat je hem moet schudden. Dus dat ga ik doen. Dat doe ik normaal niet. Dus goed dat ik heb gelezen wat erop staat. Er staat verder niks op qua dek. Oh, er staat op dat hij veel dekt. Dus een volledige dekking. Nou, ik ben benieuwd. Ik breng het gewoon weer aan met mijn beauty blender. Die is al nat. Die is iets te nat. Oh my god. Kijk dit gewoon. Hij is echt veel te nat. Oké, nou is hij iets minder nat. Aanbrengen. Oh, hij is nog dicht. Ja, ik denk dat de kleur goed gaat zijn, jongens. Ja, oh mijn god. Dat heb ik weer perfect gegokt. I'm such a professional. Heel mooi. Echt vooral voor die lage prijs. Heel mooi. Ik moet wel zeggen, ik vind het geen volledige dekking. Dit is echt medium dekking. Dus dat wel. Maar ik vind hem wel heel mooi. En de prijs is zo absurd laag. I can't. Ik vind de skincare van The Ordinary echt geweldig. Dus ik hoopte dat ik dan deze make-up ook goed ging vinden. Tot nu toe vind ik hem heel mooi. De kleur is ook echt heel mooi. I like it. Ik vind hem tot nu toe fijn. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. De Born to Glow Concealer van NYX Cosmetics. Ze hebben ook een foundation ervan. Die schijnt ook goed te zijn, maar die heb ik niet. Ik heb alleen maar de concealer. Ik heb die online besteld. Ik heb de kleur ook weer gewoon gegokt. Even kijken. Dit is de kleur Vanilla. Dus ik ben benieuwd. De kleur lijkt goed. Online heb ik er eventjes over gedaan om de kleur te matchen. Want ik had ook een andere kleur, maar die was denk ik iets te geel. Dus ja. Ik ga deze opdoen. Het is dus Born to Glow. Dus het is een glanzende concealer. Is niet per se altijd mijn fave. Maar maakt niet uit. We gaan hem gewoon even aanbrengen. Dit is de applicator. Zo'n sponsje. En dan moet je gewoon zo drukken. En dan komt het eruit. Oké, ik denk dat de kleur perfect is. Oké, valt het op dat het hier lichter is en hier meer geel? Of ligt het aan mij? Hoe kan het hier een andere kleur zijn dan hier? Oké, I don't know. Heel raar dit. Ik heb denk ik iets te veel aangebracht. Want hij voelt best wel dik aan. Zo, hij blende echt extreem makkelijk in. Ik had best wel veel opgedaan, maar ja, met de blender was dat niet echt een issue of zo. Het blende gewoon allemaal mooi in. Het is inderdaad wel echt een glanzende concealer. Dus als je daar niet van houdt, is het niet de concealer voor jou. Ik persoonlijk neig altijd meer naar mat. Maar glanzend, whatever. Ik doe toch altijd poeder op en dan is het alsnog wel mat.
Ik vind dat hij heel fijn soort van hydrateert. Dus echt ideaal voor een droge huid. De dekking is medium. Het is niet echt een volledige dekking. Ik zie nog hier een beetje donker. Dat vind ik wel minder. Ik vind het niet de beste, maar ook niet de slechtste. Ik vind het gewoon oké, whatever. Normale concealer. Dan heb ik ook een nieuwe losse poeder van Technique Cosmetics. De Rice Powder losse poeder. Deze heb ik gehad in PR. Even kijken, is er een kleur? Er staat verder geen kleur op, dus ik denk dat ze misschien maar één kleur hebben. Er staat achterop dat het fijn is voor mensen met een vettige huid, omdat het olie absorbeert. Dus handig om te weten. En dat het ervoor zorgt dat je make-up langer goed blijft zitten. Nou, dat is meestal zo met poeder. Het is een beetje een lichtige, rozige kleurachtig. Dat maakt me een beetje bang. Roze is nooit echt mijn kleur. Dit is de kleur. Ja, ik weet niet echt of je het echt heel goed kunt zien. Op zich is het wel geelig. Het is een beetje een mix van roze en geel. Een beetje neutrale kleurachtig. Dus ik hoop dat je niet mijn gezicht gaat verpesten. Te donker voor mij. Hier was ik al een klein beetje bang voor. Hij is veel te donker voor mij, jongens. Kijk hoe het hier helemaal donker heeft gemaakt. Hier is het nog zo mooi licht van de concealer. En hier is het nou helemaal zo donker. Oké, mijn gezicht is mooi mat. Op zich is de poeder wel gewoon mooi en fijn op mijn gezicht. Hij maakt het ook heel mooi smooth. Ook als ik zo voel, is het zo lekker zacht. Alleen de kleur is echt te donker voor mij, want ik ben een bleek scheetje op het moment. Ik heb niks nieuws qua contour, dus ik gebruik weer gewoon mijn contourpoeder van NYX Cosmetics. Ik ga even snel mijn neus en mijn gezicht contouren. Ik ben zo terug. Mensen, ik ben zo lang over de video aan het doen, want ik word de hele tijd geappt. Oké, even kijken. We gaan weer verder. Ik ga mijn oog afmaken. Leuk. Ik doe even snel een blauw oogpotloodje in mijn waterlijn. Deze is van LA Girl ook. Deze kleur heet Cobalt. Cobalt, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Is gewoon donkerblauw. En die breng ik zo aan in mijn hele waterlijn. Echt vanuit buiten tot binnen. En ik ga ook zo een beetje onder de waterlijn. Want daar ga ik zo meteen ook blauwe oogschaduw doen. Dan ga ik weer terug in het paletje en dan pak ik weer deze donkerblauwe kleur. En die breng ik dan ook zo aan op de onderste waterlijn. Op de onderste wimperrand. Ik haal heel de tijd dat in de war. Waterlijn, wimperrand. Het potloodje gaat in je waterlijn. De oogschaduw gaat op je wimperrand. En dan pak ik ook een beetje van die donkerbruine matte kleur. Want ik wil het ook wel weer een beetje donker maken. Zoals ik zo hier ook heb. En die kleur breng ik er gewoon een beetje zo overheen aan. En dan pak ik deze lichte champagneachtige kleur hier. En die kleur breng ik dan aan hier in de binnenste ooghoeken. Dit paletje heeft echt de perfecte kleuren voor echt een volledige look. Dat vind ik echt super fijn. En die kleur breng ik dan ook een beetje aan zo hier onder de wenkbrauwen. Een beetje deppen met mijn vinger. En dan pak ik weer die mascara. En die ga ik dan ook gebruiken voor de onderste wimpers. Zo, dan ben ik helemaal klaar met de ogen. Ik vind het echt een hele mooie blauwe smoky look. Maar zoals ik al zei, je kunt ook echt een mooie neutrale look maken. Maar ik ga bijna nooit voor de neutrale kleuren. Zoals iedereen denk ik al wel weet. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Met een bronzer die ik al best wel een tijd wil hebben. Omdat er best wel een hype over is. Heel veel mensen vinden hem fijn. En dat is de Physician Formula Butter Bronzer. Je hebt hem in light en in dark. En ik heb dark. Ik vind de verpakking echt super cute. Zo lekker tropisch. En dan, daaronder was een spons. Een kwast, bedoel ik. En dit is dan de bronzer. Het is dus kennelijk een matte bronzer. Maar niet 100% mat. Er is een hele lichte glans doorheen. En dan heb je hier, wat is dit? Het is een beetje zo'n plastic-achtige spons. Wie gaat nou hiermee bronzer aanbrengen? Wat is dit? Hij ruikt heerlijk. Ik heb ook een body blush van hun. En die ruikt ook echt geweldig. En de bronzer ook. Oh my god. Ik vind de donkere kleur nog best wel licht. Dus als je echt een donkere huidskleur hebt, gaat het hem niet worden voor jou. Oeh, hij ruikt echt geweldig. Wauw. Ik ga hiermee even mijn gezicht bronzen. Nou mensen, ik moet zeggen, ik vind hem wel echt heel licht. Ik vind de kleur wel mooi, maar het is een hele lichte kleur. Ik heb nou ook echt best wel veel aangebracht. Ik ben er echt helemaal zo ingegaan en dan echt zo aanbrengen van een beetje kleur. Ik ben echt niet de meest donkere persoon ever. Ik ben nou echt op mijn lichtst. Ja, ik vind wel dat ze het iets donkerder hadden moeten maken. Er is nog wel een lichtere kleur, dus als je echt super licht bent, dan gaat die goed zijn voor jou. Maar let dus op, hij is al best wel licht. Dus ik zou,
Als je gewoon een normale huidskleur hebt die niet te wit is, dan zou ik gewoon gaan voor de donkere kleur. Hij blendt echt fantastisch. Hij zit mooi op de huid. Ik vind hem nou ook echt heel mooi. Dus ik snap wel de hype. Alleen, ja, ik vind hem wel echt heel licht. Blush en voor highlighter heb ik van BH Cosmetics de Blushing in Bali paletje. Met 3 blushes en 3 highlighters. Dit is echt een best wel groot paletje. Hier staan de kleuren op. Ik vind de verpakking wel mooi. En je kunt hem dan zo eruit halen. En dit is dan het paletje. Heel mooi roze. Ik vind de verpakking heel, heel erg mooi. En dit zijn dan de kleuren die erin zitten. Dit is ook echt een heel handig to-go paletje. En ik vind het ook goed ingedeeld, want het gaat echt van licht naar donker. Dus als je een lichte huidskleur hebt, dan is deze rij ideaal voor jou. Ben jij meer getint dan de middelste rij? En ben jij meer donker dan de laatste rij? Ze hebben het echt zo perfect met elkaar gematcht. Maar ja, je kunt op zich gewoon gebruiken wat je wilt. Want ik neig naar die blush, maar ik neig naar deze glow. Of ik ga die twee mixen met elkaar. Maar goed, ik ga eerst beginnen met de blush. Ik ga voor de middelste. Het is gewoon mat volgens mij. Nee, een beetje glanzend trouwens. Ja, ik vind de blush heel mooi. I like it. Dan de highlighter. Deze kleur is te donker en die kleur is te licht. Dus ik ga gewoon deze twee kleuren met elkaar mixen. Dat kan gewoon. Oké, nee jongens. Deze brengen niet mooi aan. Ik ga even gewoon één kleur pakken. Ik pak even alleen maar de lichtste kleur. Het is zo raar. Ze brengen helemaal niet heel veel aan. En ze brengen een beetje patchy aan of zo. Ik ga weer de twee kleuren mixen. Terwijl er komt wel echt veel van af. Maar wanneer ik het dan zo aanbreng, brengt het een beetje stroef aan. Ja, dat is het woord. Het brengt stroef aan. Niet heel makkelijk smooth. Oké, dat vind ik wel minder. Ja, ik weet niet echt of je het echt heel goed kunt zien op beeld. Ja, ze brengen in ieder geval super stroef aan. Dat vind ik niet zo fijn. Dan pak ik weer die lichtste glow. En die breng ik ook zo aan op mijn neus. Dan als laatste blijft er nog één ding over. Nee, nog twee dingen over trouwens. Voor de lippen heb ik een matte satijnen finish liquid lipstick van Milani in een mooie nude kleur. Dit is in de kleur 1. Gewoon letterlijk 1. Het is een hele mooie nude kleur. Ik heb die kleur ook gewoon online besteld. Dus ik hoopte dat die goed ging zijn. Maar dat denk ik wel. Heel mooi. Het heeft dus een satijn matte finish. En dat houdt in dat hij niet helemaal mat opdroogt. Maar een beetje zo zacht blijft. Dus niet helemaal compleet mat. Vind ik fijn, want ik heb droge lippen. Omdat het zo'n lichte kleur is, ga ik het wel mixen met deze kleine Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. Die is al bijna op, maar ik heb een andere. Kijk dit jongens. Maar ik ga gewoon till the end. Ik strijd gewoon door till the end. En die breng ik eerst aan. Ik heb mijn lippen echt weer helemaal kapot gemaakt. Kijk hier. Ik trek altijd alle velletjes ervan af. Ik weet, het is echt super goor. Maar dat is wat ik doe. En nou is het hier helemaal zo. En dan breng ik de Milani Lip Cream aan. Het is een lip cream. Even laten opdrogen. Ik heb dus vanochtend een hele video geëdit. En toen heb ik hem gedelete. Dus ik kan nou letterlijk weer die video opnieuw gaan editen. Oh my god, ik heb daar zo geen zin in. Dat is zoveel werk. Nou, hele mooie nude kleur. Geweldig. Maar het moet wel echt met de lippotlood, anders was hij echt te licht voor mij. Als laatste heb ik van Technique de Dewy Setting Spray. Hele mooie lichtroze verpakking. Dus deze ga ik ook opsprayen. Oké, nou is dit eraf. Dit kwam echt door mij. Ik trok hem er gewoon letterlijk vanaf. Ja, gefixt. Oeh, ik vind de geur heel fijn, maar die spray is veel te agressief. En hij maakt zo van die vlekjes op mijn gezicht. I do not like it. Nou, dit was dan de look. Dit was dan de video. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en er ook weer iets aan heeft gehad. Wat vind ik nou van alle producten? Dit blush paletje, ja... De blushes waren mooi, alleen de glows brachten zo stroef aan. En ik vind het zonde als je een heel paletje hebt waarvan de gehele onderste rij gewoon niet goed is.
Dus ik raad hem niet aan. Ik zou gewoon een normale blush halen. De bronzer raad ik wel aan. Ik snap de hype. Nogmaals, hij is wel heel licht. Maar hij is prachtig op de huid. Hij blendt ook mooi. Hij is niet too much. Ik vind hem prachtig. Dit paletje idem dito. Ik vind dit paletje ook super mooi. Je kunt hier hele mooie looks mee maken. I like it. De Milani lipstick. Super mooie kleur, maar hij is wel gewoon echt mat. De concealer vind ik een hele mooie everyday concealer. Ik vind het geen volledige dekking hebben. Dus als jij iemand bent die echt veel wil dekken, dan gaat die niks zijn voor jou. Maar als je gewoon een mooie everyday concealer zoekt die ook goed hydrateert, dan vind je hem zeker fijn. Mascara vind ik ook heel erg fijn voor de lage prijs. De spray vind ik niet zo. Hij sprayt te agressief. En hij maakt van die vlekjes op mijn gezicht. En daar ben ik niet echt van gediend. En dan de Fond du Teint. Ik vind hem prachtig op de huid. Hij dekt niet volledig. Ik zou het beschrijven ook als een mooie everyday foundation. Nou, en dat was het dan. Dat was de hele look. Ik ben weer heel blij met hoe het is gegaan en hoe de look is geworden. Ik hou altijd wel van een mooie blauwe smoky look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!